Wij gaan deze laatste ladder betreden en kijken wat we daar gaan vinden. Hopelijk 1 scroll en 3 diamant. Temple of Spirits. Wat? Hopelijk 1 scroll en 3 diamant. Daar ligt een scroll. En 3 diamanten. Ik denk nu ook deze haken. Dit is gewoon een nieuwe shortcut die hier geformeerd is. Be careful of the one that follows. 1 diamantje. Nog 2 te gaan. Kan hij niet aanhangen? Daar zit een diamantje in het water. Kijk, dat hadden we natuurlijk in die allereerste wereld ook. Zo'n diamantje in het water die je dan nauwelijks kunt zien. Omdat de game dan probeert om jou te flashen. Hier zijn alleen maar munten. Hier zijn daken. Die mij dan effectief niks opleveren. Deze daken, behalve nog meer munten. Nee, ja, het zal wel. Hier kan ik nog naar rechts. En daar is inderdaad een diamantje op het dak. En dat is het laatste diamantje. Dan hebben wij alles compleet. En kunnen we daarna naar de Temple of Spirit. Hoppa. Alles gevonden. Op naar de Temple of Spirits. Blauwe munten leiden meestal nog naar een secret. Hier niet het geval. Geen secret te bekennen. Maar we gaan wel de Temple of Spirits in. Waar geen collectibles lijken te zijn. Dus dit wordt weer een boss fight. Samen met onze maat. Long time no see, Walter. Indeed, Oldie. Walter, I see you have a new apprentice. Still in the old boring fighting business? Same business you were once devoted to. The world is changing. And of course, only you would stay the same. Ah, enough of this. After all, you've finished your renewal, and I don't want to disappoint my clients. Let us fight then. We'll see if you've trained him well, Walter. Nou, we gaan het zien. Wij gaan de strijd aan met de geitvrouw. Hem op zichzelf laten schieten. Zie je dat? Lekker in de spiegel schieten. Jezelf hitten en dan slijk je op je bek. Dat is de tactiek. Hmm.
lekker jezelf hitten. Ik fly op je bek. Filmpje. Oeh, dit is een bijzondere techniek. Oneindige ijzertekst. Oh, we kunnen met zo'n ijzertek kunnen we ze bevriezen, dat is het. Ja. En dan moet ik al die geesten gewoon zo één voor één bevriezen, is dat het? Dat denk ik. En nu zijn ze allemaal bevroren. Mappen, damage. Dat was de tactiek. Eerst fire, toen ice. The oldest one. En wegwezen. Wat? Liggen met je stok. Klets. What were you thinking, working with this eternal warrior? I was convinced I was doing the right thing. I thought my school would benefit. Those crystals are really powerful, Walter. Yeah, tell us about it. So, Walter, tell me about this apprentice of yours. I can do it myself, thanks. I'm K.O., and I'm looking for my father and sister. They've both gone missing, and I'm sure this eternal champion person has something to do with it. Dat denk ik ook. Not too long ago, I met another kangaroo. She was also keen to learn about the crystals. Dat zal Kaya zijn geweest. Kaya. She spent some time here. As bright as she was stubborn. She even learned spirit walking. Where is she now? I told her where the crystals come from. And that's where she went. The Isle of Eternity. The Isle of Eternity. Sure sounds like the place where we'd find the Eternal Warrior. Indeed, it does. I haven't been there myself, but I don't believe it takes a genius to put the two together. Okay, wij zijn toevallig wel een genius. Let's go, coach. There's no time to waste. Good luck, Walter. I guess I'll see you around. Bye, Oldie. Ze valt er even om in een kleine animatie. Maar, completed. Dan wordt hier ook de corruption opgelost. Dan ga ik nog even terug naar die eerste twee werelden om alle hardcontainers op te kopen. Nou, meneer de pelikaan. Jij bent klaar voor vertrek? Dan gaan we eerst naar Hoppaloo Island. Wat ik zei, ik wil eerst even alles weer opkopen. Bij alle winkels, alle hardcontainers opkopen. Zodat ik een overdaad aan harten heb. Ik dacht dat het oneindig was, maar blijkbaar is het eindig. Zagen we in de vorige wereld. Dus misschien hier ook wel. Dat we... Oh, lol. Het is gewoon iets wereldwijds dan. Ik kan gewoon kopen wat ik wil.
Achievement unlocked. Have 20 lives. Nu heb ik gewoon alles gekocht wat er is. Ik kan kleren kopen. Huts. Kijk. Toch geld zat. Behalve nu. Asterix helm, zonnebril. We gaan gewoon lekker hier in de zwembroek. Vakantiepakje. Huppakee. Dan lijkt het er inderdaad op dat we nu overal gekocht hebben wat er te koop is. En dat wij door kunnen naar de volgende wereld. Wat wij natuurlijk weer zullen doen in een volgende video. Dus bedankt weer voor het kijken naar dit deel. En graag tot dan!